Yo guys, vandaag ben ik weer terug op jouw beeldscherm. Toch? Niet dan? Oké. Okay. Nee, vandaag is het gewoon weer tijd voor een splinternieuwe Jeff Movies. Het leek me leuk omdat ik op een computer... Nee, wat? Hè? Shit. Ik was mijn computer aan het uitspitten. De database waar zeg maar alle video's in staan die ik in mijn leven heb gemaakt. En dat zijn er nogal wat. Nee, serieus. Ik maak geen geintje. En het leek me dus gewoon leuk om wat oude video's van de zolder af te halen. Dat vind ik knap, want er woont niemand boven mij en het is gewoon leeg en zo. Dus ik heb helemaal geen zolder, maar... In ieder geval, we gaan kijken naar wat oude video's van mij. En het lijkt me wel gewoon leuk dat je ook die oude shit kan zien toe. Oké, de eerste video die ik gemaakt heb is... ik had een skelter. Daar had ik een motorblok onder gebouwd. En natuurlijk ontbreekt daar geen video aan. Want in die tijden was ik zeg maar al bezig met die PSP. En zeg maar zo'n cameraatje op. En daarmee deed ik het... Ja, deed ik alles schieten en dat was... 1.3 megapixels. De Night Rider, dus... Ik bedoelde eigenlijk, we hebben 2009 Final White Uncut. Dus dat is eigenlijk een video die hadden we gemaakt. Maar er is nooit meer wat mee gedaan. Want ja, in die tijd... Dan stond je eigenlijk te filmen en dan riep je vader... Ja, ik heb koekjes. En ja, dan liep je gewoon naar de keuken en dan vraag je gewoon heel je video. Maar goed, we gaan in ieder geval kijken naar de Night Rider 2008. Oh ja, dat was wel lachen. Dat was een vriendje van mij op school. Die heet... Gary van Hengst, geloof ik. Ja. En die speelde zeg maar de Night Rider. Camera bij Jeffrey. Ja. Professioneel. Kijk, dan wordt hij zo gestopt, hè. Bam! Gary als Michael Knight. Bam! PET Production. PET stond voor Professional Jeffrey Technology Production. Ja, daar was over nagedacht, hè. Toen ik zo dat hij was. Oh, dat was wel leuk. Er zat ook verlichting op en... Ja, knipperlicht hebben we er ook op gehad. Spiegel, want ja, dat ding dat mocht natuurlijk niet. Ook turbo boost hadden we ook. Oh ja, dit weet ik nog wel. Dit was gewoon... Dit was helemaal niet zo laat gefilmd. Maar doordat de camera zo shitty was, leek het alsof het nacht was. Ik heb ook nog de 24 uur race ermee gemaakt. Daar zal ik even een stukje van laten zien. 24 uur van Le Mans. Het was ook echt de shit, hè? We horen. Dat ding dat maakt een herrie, jongen. Komt ie hoor, komt ie. Wow! Albert, dat was Christian Albert. Die deed ook mee. Ja, niet hier, maar ergens anders ter wereld met een racewagen. Ja. Oh, we krijgen nu de replay, er ging iets mis. Oeh, dat ging maar net goed. Dat ging maar net goed. 1 Gary, 2 Jeffrey. Ik sta op 2! Albert, Schumacher out of crash. Kras. Kras. Volgende video. Wat hebben we nog meer? Oh ja, ik had ook Lego Trailer. Ik had zeg maar, nou ja, heel veel Lego. Ik denk dat jullie die dingen nog wel kenden. Als je erop ging staan, dan ging je heel hard schelden. Ja, die blokjes, ja. En daar maakte ik zeg maar stop motion mee. En een stop motion is natuurlijk gewoon... Heel veel foto's nemen en dan heel snel achter elkaar laten afspelen en dan krijg je een video. Nou, dat had ik dus ook met Lego gedaan en daar had ik Lego Thriller van Michael Jackson. Dus dan krijgen we deze. Ah, dat was wel leuk. Kijk, en dan gaat dat ding draaien. Ik had een motortje van Lego en dan doe je daar gewoon zo'n stokje in en zeven aan. Kijk. Oh, dit was leuk. Verschillende kleuren. Dat had ermee te maken, ik had luxe flex en die ging ook open en weer dicht, open en weer dicht. En daardoor leek het net alsof het omweerde. Oh, dit is de scène hoor jongens. Dit is hem hoor. Wat jullie waarschijnlijk niet zien is dat zo'n bakje ook een poppetje nog heeft geraakt. Kijk, en dan gaat hij naar beneden en dan gaat hij achterste gaan zo. Wow, dat is echt gepositioneerd, weet je. Nou, volgende video. En dat is James Bond. Ja, ik heb James Bond gemaakt. The Black Diamond. Pas op. Want James Bond komt eraan. Ik ben Henk van de Avocado. Het hek gaat open. En de auto rijdt binnen. Pas op, want daar komt James Bond aan.
Ik vind het ook wel leuk dat je gewoon om het hek heen kan rijden. Oh nee, dat kan niet. Nee, ik had er wel aan gedacht. Oh ja, let op. En hij zet de auto opzij. Bam! Kom gewoon in die tijd. Gewoon je auto verplaatsen met je hoofd. Kijk, oh, die slipt erachter. Kijk, die wordt geschoten. Kijk. Dat zijn tenminste onze films. Dat zijn films. Next video. We gaan gewoon een jaartje verder, 2009. Ik heb nog wel meer gemaakt, maar dat is een beetje ja, soortgelijk als wat ik anders had. Ik deed ook nog aan pitbiken. Dat heb ik ook nog gedaan. Dat is zeg maar zo'n klein, geen minibike. Dus niet denken dat je met je knieën tussen je hoofd zit. Nee, dat is het niet. Nee, een pitbike is zeg maar een crosser, maar dan net iets lager. En dat deden we dan van die wegbanden op en dan gingen we mee op de kartbaan rijden. www.studiolaars.nl Beeld, geluid, game en nog veel meer. Dat je het weet. Oh, daar aan mijn broer en dat zou goed Jos Colijn kunnen zijn. Er reed zelfs een vrouw mee. Er was ook met twee reden mee. Oh, ja, daar hebben we de vrouw. Sharona Colijn. Oh ja, daar komt de volgende. Nou, in ieder geval interessant. Klik, weg. Heb ik nog wat leuks uit 2013 misschien wat jullie nog? Toen begon ik zeg maar al wat professioneler met studio lives te beginnen. En ja, zeggen dat professioneel was, want als ik nu de kwaliteit verschil. Jij, dit is niet mijn winkelvriend. Dit is niet mijn winkelvriend. Sorry, dat moest even. Maar als ik nu de kwaliteit bekijk van 2013 en 2015, dan zeg ik echt van, oh, dat scheelt nogal wat. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nog eens een keer een video gemaakt voor mijn broer, want die doet een motorrace. Je weet wel, zo'n hing, 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 hing. En daar heb ik toen een highlight video voor gemaakt en die zag er eigenlijk zo uit. Muziekje. MKRTV 2014 Highlights. Eigenlijk is het dus 2014. Kijk, dat wel gaaf. Beetje shift effect, dus versnelling. Kijk, beetje glits eroverheen. Zoomen, vertragen en dan. Kijk, en dan krijg je dit soort effecten. Korte shots, ook heel leuk. Hier gaat hij op smoel. Kijk, dit is mijn andere broer. Dat is ook wel leuk om te zien. Kijk, met de regen reden we ook gewoon. Of hij dan, niet ik. Dit is Spanje, Catalonia. Maak kennis met mijn broer Richard. Kijk, dit is op zich allemaal. Dat is allemaal leuk. En als ik het vergelijk met de kwaliteit van 2009, is dat ongeveer dat mijn broer voor het eerst ging rijden. Marselkerk over zoldervrij rijden. Zolder 29 mei. Ik die video aan. En dan horen we. All this crazy shit I'm doing tonight. Ik weet niet hoe de tekst gaat. Ah ja, dat was ook Gary. Dat is die jongen die eigenlijk eerst de skelter rijdt. Moet je kijken. Dat is de baas, weet je. Dat is die baas op die pit mini dingen. Maar goed, als je die video nu bekijkt, zou je eerst denken dat het eigenlijk gaat om hem die aan het rijden is, maar... Ja. Oké, dan gaan we door. Hier reed hij nog op zijn Honda CBR 600. Het ding is nooit kapot gegaan, hij is wel... We hebben nooit een crash ermee gehad. Oh ja, kijk, hier zie je de eerste... Komt-ie. Is dat hem wel? Ik weet niet eens of ik de goede heb gefilmd hier. Maar het leuke hiervan was dat ik de hele dag heb staan filmen. En we gingen de auto in en dan had ik die mini laptop, zo'n oude Acer. En dan zat ik lekker mijn Windows Movie Maker zat te bewerken. En dan kwamen we thuis en ik sleep mijn computer aan. En we waren nog niet klaar met uitlaten, want de reis duurde maar 1,5 uur. Ik had alles op afbewerkt en het stond zelfs nog gelijk bijna op YouTube. Dat vond ik eigenlijk best wel knap, maar ja. Die letten toen niet zo op kwaliteit. Dus dat zijn eigenlijk een beetje video's die ik vroeger heb gemaakt. Ik heb natuurlijk wel veel meer, maar ik ga jullie niet alles in je hoofd hangen. Want ja, dat schiet gewoon niet op. Wacht even focussen, jongens. Kijk, dat ziet er beter uit, hè. Ja, één ding wil ik jullie vragen om te doen. Dat is even natuurlijk, als je nieuw hier bent, abonneer hier beneden. Duimpje omhoog.
Zet hem ook even in je favorieten, dat je deze video gewoon weer terug kan vinden. En deel hem even met je vrienden. Ik heb geen vrienden, dus als jij dat nou even doet, dan maak je mij weer heel blij. Kijk, je kan zien dat mijn lach nu steeds groter wordt doordat jij die dingen doet. Ik wil je heel erg graag bedanken voor de video. Natuurlijk, zoals ik zeg, even abonneren, want als er een nieuwe video online komt, ben jij de eerste die het ziet. Thank you en tot ziens. Oké, dit was echt een hele rare outro. Doei!